Het fotoboek heet Two Years is One. Een fotoboek van Joep van Aert. Het heet Two Years is One omdat ik twee keer ben bekroond als nummer 1 DJ van de wereld. En gedurende die periode is eigenlijk, speelt het hele fotoboek zich af. En wat gaan we erin van je zien? De ondertitel van het boek is ook Images from Behind the Scene. Er zitten ook heel veel dingen van achter de schermen in plaats van alleen de clichéfoto's, zeg maar, met handen in de lucht. Eigenlijk heel veel backstage momenten ook, tijdens de toeren, wachten op vliegvelden. Ook juist met familie en vrienden inderdaad, want hoe wordt het dan gevierd als je nummer 1 bent? Nou, eigenlijk al dat materiaal staat allemaal in het boek. En wat is je favoriete foto geworden? Mijn favoriete foto, dat is een foto met mijn moeder. Dat ik voor de eerste keer ben bekroond als nummer 1 DJ van de wereld, van het podium afkom. En mijn geëmotioneerde moeder eigenlijk in mijn armen sla. En dat is zo, met een foto die met zoveel lading is vastgelegd, dat ik, dat is echt mijn favoriete foto. December, wat staat er voor jou op de planning? December, laatste maandje, nog even druk toeren. Dit weekend Amerika, dan de weekend daarop nog een tour in Azië. En dan kom ik weer terug voor kerst en dan ben ik natuurlijk weer in Nederland met 538 Jingle Balls. Wat zijn je plannen en doelstellingen voor volgend jaar? Lekker doorgaan. Ik heb ontzettend veel muziek klaar liggen al voor volgend jaar. Ik heb heel veel studiotijd ingepland volgend jaar. Ik ga iets minder toeren, iets minder in de studio doorbrengen. Dus verwacht vooral heel veel nieuwe muziek.